schedelfractuur, steekwonden en sporen van wurging rond de nek. Danny zit waarschijnlijk toch in een zelfmoord. Wie is het eigenlijk? Het slachtoffer werkt in het circus, aan de trapeze. Op het ogenblik van het overlijden was hij net bezig aan zijn laatste afscheidsvoorstelling. Hij is nogal beroemd. Zijn artiestennaam is Adriaan. Een Hollander? Is je een lotgenoot van mij vermoord? Ah, inspecteur de Kok. Het COCK. Wat is aan de hand? Wel, u is hier dus een verdacht overlijden, kunnen zeggen, van een trapezist die Adriaan noemt, een Hollander. Hij is vermoord. Nou, wat jammer. Ik was een grote fan van hem. Is er bewijsmateriaal? Nee, maar er is wel bewijsmateriaal. Met name het volgende. We hebben hier een ding, een fototoestel of een contactje dat water spuit. We hebben ook een revolvertje gevonden dat bang doet. En een cassettebandje. Een tape? Nee, een cassetteke. Zijn er verdachten? Absoluut. Enfin, het is te zeggen, er is toch wel iene, maar die is dan ook wel heel verdacht. Zit uw mond misschien een klein beetje stiller? Achter deze deur zit een hele zware gast. Een krachtpatser uit de circus. Ik versta misschien kloot van wat hij zegt. Jens, je van mij, Joe. Apresteen je al steeds een monster en kansen in mijn zin. Kijk, een klein beetje rustig alsjeblieft en wat meer respect voor de eigendommen van de police. Hier zit die spagot in Budic. Takda Aminia Paludic. Zaljadjevro. En mijn collega, hij spreekt niet alleen onverstaanbaar Vlaams, maar ook een aardig mondje Russisch. Wat heb je tegen hem gezegd? Dat ik hem verrot sla, als hij ze niet rustig houdt. En waarom hebben jullie deze man opgepakt? Wel, we hebben een tip gekregen van de broer van het slachtoffer. Dat doet jou met de caravane, helemaal in de Bristol. Nou, die man zegt dat hij op het ogenblik van de moord in zijn woonwagen een uitje lag te knappen. Er zijn geen getuigen. En mij? Die nou terugvinden, dat zal niet gemakkelijk zijn. Maar ik denk dat we onze man hebben. Nou, daar ben ik nog niet zo zeker van. Hoe is het gesteld met de broer van het slachtoffer? Wel, die zit naar het schijnt hiernaast in het bureau. Ik heb hem persoonlijk nog niet gezien. Dan gaan we daar een praatje mee slaan. Inspecteur de Kok, met COCK. En u bent? Basje de Clown, met C-L-O-W-N. Hoi, people, hoi, met de vriendjes. Nou, Basje is vandaag heel verdrietig, want met een of andere kleringlijn heb ik mijn broertje Adriaan vermoord. Nou, enige deelneming. Ik was een enorme fan van uw broertje Adriaan. Nou, met een beetje dikke reet op mijn scheetzak kan zitten. Leuke grap. Zeg, hebben jullie dat Russisch koramoni al in de buis kunnen gooien? Dan kan Basie eindelijk op zodemieteren. Nou, niet uit van stapel lopen. Waar was je op het ogenblik van de moord? Oh, wat krijgen we nou? Kan je soms bedoelen dat ik mijn eigen lieve broertje heb vermoord of wat? We hebben meer dan 80 jaar samen op de bühne gestaan, joh. Er zijn een aantal clowns-attributen gevonden op de plaats van de misdaad. Wat hebt u daarop te zeggen, meneer Bessie? Bessie, oet lul! En Bessie is helemaal onschuldig, want op het ogenblik dat mijn lieve broertje is komen te gaan, was ik de aankondiging aan het maken van de circusvertoning. Hallo, beste vriendjes, hoi people, hoi, en hartelijk welkom in de fantastische vertoning van het circus Bessie en Adriaan, met 10 volle leuke verrassingen en attracties. Ja, in dat geval blijf ik bij mijn eerste gedachte. Die ruzie zeg het gedaan. Nou, ik moet eerst wat drinken. Ik kan niet meer nadenken. Mijn naam is de Kok, met COCK. Nou, dat doet hem wel een jongen. Aangebaard, met nog een oude kop van gisteren, dus doe maar voor een cola. Met een klein beetje whisky erin. Goed ziet een Helmut Lotti. Dat is toch nog altijd een beste, hè? Dat deed de golf bij Holland in Holland niet, hè? Nee, maar wij hebben wel André Rieu, of Marco Bakker. Zeker zo goed. Nou, André Rieu, ja, ik heb die op cassette in de combi. Wacht eens even. Wat zeg je dan nou? Dat ik die in een cassettespeler steek in de combi. De combi, dat is zo'n busje met een blauw streep met licht op van boven. Nee, nee, nee. Van die cassette, van die tape.
Stop jij dit even in je haifiketel, weet je? Hallo beste vriendjes, hoi people, hartelijk welkom bij de fabeltijdziende vertoning van het dikke Basie en Adriaan met 10 ballen leuke. Die clown heeft zijn broer vermoord. Meekomen, onmiddellijk. Hé, een betalen mannen! Hé! Hey. Ben je er nog niet van gedronken? Nou hebben we je bij je durven, hè, makkers? Jazeker, Bessie. Het is Bessie, oelwapper met de haal van Apenkool en Larry. Deze geluidsopname bewijst dat jij je broer hebt vermoord. Ja, en nou is heel wat voetzie. Jullie kunnen me niks meer maken. Nou, vind ik wel een goede grap. Dat dacht je, oelewapper. Dat je er net hebt vernietigd. De collectie van André Rieu uit de commissaris een combi. Godverdiks geen teringleier. Oké, ik ben Kent. Oh, ik heb mijn eigen lieve broertje vermoord. Ja, maar het was een passiemoord. Het ging om een heleboel duiten en een paar lekkere wijven dat hij van mij had ingepikt. Een blakende clown. Wordt dan altijd zo triestig van. Zeg collega, maar hoe wist je nu feitelijk dat die clown, die een Bessie, dat een dader was? Nou, dat DPH pas ziet dat als gedaan. Je moest helemaal geen live presentatie geven. Hij speelde het bandje af, terwijl hij zijn broer vermoordde. Ik vind het eigenlijk wel heel spijtig. Want ik vond hem eigenlijk heel amusant met zijn... propzak. Proost.